Er komt een onderzoek naar het verkabelen van het hoogspanningstracé Kessel en Kesselijk. Het college van de gemeente Pelemaas heeft net beheerdert Tennet daartoe verzocht. De vraag is wat de beste route is voor een alternatief tracé onder de grond en wat dat gaat kosten. We hebben Tennet gevraagd uh, om te kijken wat de levensduur van dat, uh, van dat traject is. Tennet heeft aangegeven dat de levensduur nog minimaal 40 jaar is en dat het voorlopig niet op de planning staat om het traject te vervangen. Dus we hebben Tennet uh, nu proactief gevraagd om een uh, kaart te brengen. Ja, een eventueel alternatief traceren in kaart te brengen en ook de kosten die daarmee gemoeid zijn. We wachten ook nog een brief van de van, van, uh, 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 die we naar de Rijksoverheid gestuurd hebben. Uh, maar goed, daar gaan, we, daar gaan we niet op wachten. We gaan wel vast vragen om die, om die kosten inzichtelijk te maken. En het zou gaan om hele grote kosten waar jullie rekening mee houden? Ja, goed. Dat komt straks uit het onderzoek. Er zijn waarschijnlijk inderdaad uh, uh, forse bedragen eruit gaan komen. Uh, het gaat ook wel eventjes duren. Ik zeg, we hebben besloten om niet op de brief vanuit, vanuit het kabinet te wachten. Maar toch alvast het onderzoek aan te vragen. Omdat dit onderzoek ook nog een hele tijd gaat duren. Wij verwachten dat daar toch wel een half jaar, misschien wel een jaar mee bezig is. Nou ja, goed, om het project niet te vertragen, om het om tracé niet te vertragen... hebben we gezegd dat we toch graag daar starten met onderzoek. Inwoners maken zich zorgen over de gezondheidssituatie. Er zijn aanwijzingen dat kinderen in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen... een hogere kans hebben om een ernstige ziekte te krijgen dan anderen. Het tracé Kessel en Kesselijk is door de overheid aangewezen als traject voor verkabeling. De kosten zijn echter hoog, per kilometer bijna 1 miljoen euro. CDA raadslid Robboet Kessel heeft ook spanningslijnen in Kessel en Kesselijk al enkele keren op de politieke agenda gezet en is dan ook blij dat er een onderzoek komt. Ja, dit is op de eerste plaats heel goed nieuws voor de mensen die al heel lang zitten te wachten op wat gaat die gemeente nou doen met die hoogspanningskabels. En ik ben ook blij dat het college een haalbaarheidsonderzoek heeft aangevraagd. Wij hebben er ook ja, expliciet om gevraagd tijdens de vergadering van 12 maart, dit jaar nog. Als het college het niet gaat doen, dan gaan we het zelf proberen via motie. Nou, dus we zijn heel blij dat het college zelf die stap heeft gezet. Stel dat je zo besluit om dat te doen, begin je we beginnen met een onderzoek. We hebben gezegd van nou, laten we onderzoek nu alvast doen. Ja, dat als, 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 als er dadelijk van het kabinet een reactie komt, dat we niet op het onderzoek hoeven te wachten. Uh, ik moet wel zeggen: van, uh, stel dat je dan uh, in de toekomst dat je, besluit, dat je positief zou besluiten, bijvoorbeeld, hè, omdat uh, je krijgt het voor elkaar om het tracé te verplaatsen, ja, dan duurt het nog zeker zes jaar voordat voor je er iets van gaat zien. Tot nu toe heb ik een aantal reacties gekregen, die zijn allemaal heel positief. Uh, het nieuws moet dan echt wel bekend gaan worden. Vanavond is er een bijeenkomst van de dorpsoverleg Kassel. Ik denk dat daar ook wel veel aandacht voor zou zijn. En uh, ik verwacht dat de mensen daar wel uh, om zijn te juichen. Dat er uh, een, uh, een belangrijke eerste stap is gezet in dit uh, belangrijke dossier voor heel veel mensen in Kessel en Kesselijk.